25 jaar hadden we al een heleboel botters hier. Maar met 50 jaar nu hebben we er hier bijna 70. Dus dat is een geweldig schouwspel. Het 50-jarig jubileum van Vereniging Botterbehoud wordt gevierd. De 70 botters varen in parade de haven van het Zuiderzeemuseum uit. En dan is het de bedoeling dat ze bij het admiraalschip een groet brengen. En dat doen ze door de fok te laten zakken. Zip naar beneden in één keer. En allemaal netjes in het gelid achter het zwaard gaan staan. En als je dat schip voorbij bent, dan doe je de fok weer netjes omhoog. 50 jaar geleden, we hebben daar gisteren nog een film over gezien. Dan zag je deze botters. Dat waren eigenlijk wrakken die nog net dreven. En wat we in die 50 jaar hebben gedaan, wat ik heb gezien, is dat mensen zich het vak van het onderhoud van een botter zelf weer hebben aangeleerd. Dus ze kunnen zelf weer hout krombranden, ze kunnen zelf die zeilen naaien met de hand. Botters werden in de Zuiderzeetijd als visserijschepen gebruikt. De schepen behoren tot het varend erfgoed en zijn meer dan 100 jaar oud. Als vereniging hebben wij ook een aantal visserijvergunningen en dat is meer als demonstratie bedoeld. En om het vak niet te laten uitsterven, zeg maar. Er zijn nu praktisch geen vissers meer die zeilend vissen. Dus dat proberen wij wel te doen en dat gebeurt ook in dit weekend. Gebeurt dat. Vannacht zijn er al mensen naar buiten geweest om te vissen. En morgen gaat dat weer gebeuren en straks weer. Maar die zijn nu eventjes hier bij de vlootschouw om ons te laten zien aan het grote publiek. Toen we 40 jaar bestonden met botterbehoud hebben we ook dat goed gevierd, ook hier in het Zuiderzeemuseum. Maar ik denk dat er nog meer oude bootjes gekomen zijn voor het 50-jarig bestaan. Dus dit is wel grandioos, groot en veel. En dat is prachtig om te zien. De vlootschouw is de aftrap van het jaarlijkse maritiem festival dat dit weekend in het Zuiderzeemuseum plaatsvindt.